Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Mode Express, Flint Adviseurs en Accountants en XXL Nutrition. Frank, 2 weken geleden was je afwezig hier met hele blije omstandigheden. Je werd vader. Hoe is het met moeder, kind en vader? Ja, gaat gelukkig allemaal goed. Misschien iets kleiner oogjes dan toen, maar het gaat allemaal goed. Met de kleine gaat het goed, met moeder ging het ook al snel weer goed. En papa had een hele mooie dag, die dag zelf. En als je dan nog wint, dan is het nog net zo mooi. Hoor. Maar ja, nu gaan we terug naar de realiteit. Eigenlijk een triste realiteit, want we speelden zich eigenlijk voor een sfeerloze entourage. En dan moeten we dan toch proberen een hele mooie resultaat neer te zetten. Is dat voor jou een moeilijkheid of een uitdaging? Ah, het is natuurlijk wel jammer, zeker als je misschien wel de club met de beste supporters van alle supporters. Dus dat maakt het helemaal jammer. Wel mooi dat ze thuis kunnen volgen. Ja, verder, we staan er denk ik best goed op. En we zijn al lang blij dat we nu gewoon op kunnen voetballen. En we hopen eigenlijk dat we gewoon door kunnen blijven voetballen. Maar ik vrees dat dit wel de laatste wordt voor een lange winterstop. Ja, nou, dat was eigenlijk mijn vraag. Stel dat we eruit liggen. Ja, de B-categorie zou volgende week kunnen voetballen, omdat die nauwelijks trainen. Maar jullie met de A-categorie is gewoon heel erg moeilijk om dan een elftal bij elkaar te krijgen dat getraind is om een leuke wedstrijd te spelen. Dus inderdaad, ik denk dat je mee eens bent dat we eigenlijk van deze dag moeten genieten. En kijken naar het volgende gebeuren. Dan gaan we terug naar vandaag. Vandaag Limburgia. Het is een middenmotor. Wij staan vrij hoog. Je bent er klaar voor. Hoe gaan we vandaag voetballen? Hoe gaan we voetballen? Ja, dat is een goede vraag. We zijn in ieder geval niet echt anders dan de laatste weken. Ik moet zeggen, die zijn natuurlijk bezig met een mooie serie. En ik moet zeggen, de jongens staan er ook allemaal goed op. Zowel de jongens die spelen als ook degenen die niet spelen. Dat is ook niet onbelangrijk. En nou ja, we hopen toch misschien wel een beetje opportunisme, zeker in de beginfase, om meteen een goede start te maken. En dan hoop ik dat we met ons eigen spel wel de overwinning hier kunnen houden. Nou, daar gaan we voor en we gaan er gewoon een hele mooie dag van maken. Opstellingen, samen even doornemen van de thuisploeg. In de goal staat Robin Verhoeven natuurlijk. Rechtsback Luc Veneman, samen centraal met zijn broer Jury, Mark Lauwers. Middenveld Daan Geven, Joris van Heuvel. Vanaf links komend Aziz op 10. Thijs Matthij, rechtshangend Quincy Plas, beetje rechtshangend denk ik. Daar zien we het vuurwerk van de Deurne Youth al. Deurne Youth, ja, altijd aanwezig, ook als het niet, eigenlijk niet mag. En voorin LEDC, onze redenband met onze topscorer denk ik, Stefan, de trainer van de tegenpartij. Een oude bekende. Oh, en ze gaan meteen vooruit. Kom Deurne! Ja, hij is. Hoogstandje van de Redouan en dan gaan we. En er is bijna de 1-0, wou ik zeggen, maar dat. Zoals je kunt zien aan de overkant, ja, zit natuurlijk niemand. Alleen de vlag. En daar gaat. Daar gaan we bijna, wou ik zeggen. Thijsje, nee, komt er niet aan. Daar is de nummer 7 weg van Limburg. Maar daar komt Joris natuurlijk uit Liesel. En er is de stofzuiger uit Liesel, onze Joris. Toch wel de aanwinst van het seizoen, Jan. Die doet het heel, heel goed. Dus ook al volgens mij 2 keer man of the match geweest hier. De familie zat, zat thuis klaar voor 2:30. Ja, bakje chips, colaatje. Okay. Thijs Matthij met links, een goede voorzet. En daar komen we! Nee! Joris, die kies, komt hij wel. Daan Geven, de stofzuiger. Mark Lauwers, heel goed. Tweede bal. Dit is buitenspel, denk ik. Nee, daar gaat de spits van nummer 10 van Limburg. Ja, En daar is altijd weer onze Robin Verhoeven. Dit was het eerste gevaar na 10 minuten spelen voor onze gasten. De grote kans en hij heeft er last van. Volgens mij raakte hij hem verkeerd. 1 op 1 is dus staat ze, ja, dit jaar ook punten gepakt. En dan gaat Thijs Matthij. Thijs Matthij, kijk erbij, Thijs Matthij! En daar en is een goal! Daar is de goal! Thijsje Matthij! Oh, en de muziek is er van de Deurne Youth. Kijk, daar links staan ze. De camera kun je even kijken.
naar onze supporters. Een eigen goal was. Of dat. Standgoed! Thijsje Matthijs! Hier goede bal op Quincy. We gaan door. Thijsje vraagt. Ja, langs! In de 16e minuut op de rechts buitenpositie. Goede volzet. Stefan van der Werf. Stefan van der Werf. Die moet nu een sprintje inzetten, maar die jongen die is zeer goed verdedigd. Jij dacht eigenlijk goal. Ja, ik weet niet zeker, maar we gaan het terugzien. Natuurlijk de samenvatting die we altijd van Martin krijgen. Martin van... En dan komt hij! En dat is een goal! Ja! Goal! SV Deurne! Steven van der Werf, een fantastische voorzet van Redouan. El Idrissi wordt het hier 2-0 na 21 minuten spelen. 2-0 en de stand. Ja, staan we naar bovenaan? De kaart van Limburgia. Wow. En daar is Maatje 48 weer. Mark Lauwers en de grens hebben eruit met Steven van der Werf. Ja. Nee, helaas. Tegenover onze deur nu de vlag ook nog even opgangen, zie ik. Nummer 7 die swingt de bal eigenlijk de hele tijd in. Maar Deurne wint vrijwel elk kopduel. Deze niet, Jan. Die niet. En Robin Verhoeven. Natuurlijk ook nog altijd. We doen het rustig aan. Ik denk dat Jan van Dijk en Regilio Vrede, die zitten ook op de bank, hoorde ik. Dus geen buitenspel. Goede bal. Maar ik wou eens op Steven van der Werf. En daar komt bijna de 3-0. Maar we gaan een hoekschopje nemen. Matteo met 2 kan oranje. Deur natuurlijk veel kopkracht. Dan gaan we kijken of... De lucht mag eens mee en dan gaan we... Op Redouan, daar gaat hij. Die vliegt er overheen. Limburgia gaat de bal wegwerken. Op druk hier van Quincy Plas en dit is weer voldoende. Ja, dat zijn een paar honderd man. Dat is wel leuk. Natuurlijk geen Formule 1 vandaag. PSV pas om 4:15. Ja, wat doe je dan op je zondag? Je gaat niet... Daar gaat Tini naar het ruim met de bal. Tini! Oh, dat doet hij goed. Tini doet het... Ja, dit doet Deurne heel goed, maar dat was een goede actie van Omentien. Dit doet hij goed. Daan geven. Geven, Aziz. 5-5, als Deurne tempo maakt hier in de 43 minuten. Aziz wel, Thijs, theater. Hensbal. Oh, hensbal. Maar Thijs Matthij gaat hem nemen. Gooit hem in op Redouan. Nee, en de grensrechter staat. Ja. Buitenspel. De voetballen 2-0 voor SV Deurne. Matteo doet de poorten dicht. We gaan aftrappen. We gaan beginnen. Geen wijzigingen zo te zien. Het tweede bedrijf. Ik kreeg net een appje Theo Komen in even kijken. Dus Theo Komen en Jan Kuipers. Ik ga nu beginnen. Lauwers, maat 48 aan de bal. Keeper van de veteranen Blue Velvets. Wilco van der Weijer is ook aan het kijken. Die zal er al tussen nog een beetje het maxen zijn. Die zal het lekker met dobbeltjes aan het gooien. En hier, Omentini staat er nog in. Ja, dat shirtje heb ik gereeld, Jan. Iedereen is weer buiten. En dan gaan we kijken naar de volgende 45 minuten. Daar gaat Aziz op de linkerkant op avontuur. Maar Joris gaat natuurlijk weer zelf. Die gaat ook op avontuur. Steekbal op Stefan van der Werf. Wordt goed verdedigd door de nummer 3 van Limburgia. Ja. Oh, die schiet hem tegen zijn eigen medespeler aan. En die bal gaat uit. Oh, met 10, die kan er niet aan. Wim Matthij, bedankt dat jij zo scherp bent om de uitslag of de tussenstand te maken. Downgeven, gaat hij het waar maken? Oeh. Nee! We gaan door, Thijs Matthij, tweede bal! Steven van der Werf, En dan gaat Downgeven misschien nog een keer met... En dat is een... Kans SV Deurne in de 50ste minuut. Yes. Kans op de 3-0. Goed schot. Maar wat ik wil zeggen, Wim Matthij, bedankt onze sponsor van Plucon, die altijd ook bij de Toepen mooie vleespakketjes of kippakketjes regelt. Die attendeerde ons erop dat de tussenstand... Oeh, daar gaat Thijs Matthij 1-1 met de nummer 4. Kijken wat hij gaat... Maar dat doet de nummer 4 wel goed. Die verdedigt goed en schiet hem uit. Dan wordt een ingooi van Deurne in de hoek. Daarbij de reservespelers die aan het warmlopen zijn. Thijs Matthij gaat ingooien. Nee, laat het over aan onze moderne back. De luchtmacht is mee. Alle koppers. De scheids gaat even het muurtje klaarzetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Doet hij goed. Dat doet hij goed. Thijs Matthij gaat hem nemen. Hij slingert hem in. Het is een goede bal. En die wordt gekopt door Redouan. Over de goal van de keeper van Limburgia.
Zelberg. Zelberg is buitenspel, maar hij laat hem staan. En dan gaat nu Joris en die legt het breed op Thijs Matthij. En dat is de goal! Thijs Matthij, de 3-0. En Jan Lutters zei het nog een minuut geleden. Goal SV Deurne in de 61ste minuut. De lange bal op de nummer 11. Tini. Tini gaat op avontuur, maar wordt geblokt door Luc Veneman, die er last van schijnt hebben. Oeh, Daan is een beetje wild aan de bal. En die... Nummer 10, oh, die gaat vrij uithalen, maar goed verdedigd door Mark Lauwers. Heel goed door Mark Lauwers en er is Dennis Koen, koud in de veld, Daan geeft aan de bal en we zijn vertrokken. Op Harre van Leert, drie hoekjes. Daar gaat links, Quincy, oh, goede bal. Goede bal, Sam van de Werf, gaan we naar de 4-0. Gaan we naar de 4-0? Nee. Middels Quincy de bal, die geeft hem voor. Quincy, nee, maar Dennis Koen. Dennis Koen, op. Steven van der Werf, die had... Ja, dit is een wereldgoal. Wat een schitterend wereldgoal. Steven van der Werf, dubbelen met 4-0. Onze kutrat, Luawa. De corner, Dennis Groen. Oeh, die geeft hem meteen op Luawa. Dit zal wel zijn. Eén balcontact. Oeh, maar de keeper zit er goed bij van Limburg, ja. Ja, Akka. Kom op. En daar gaat hij. Ja, goal, de Messi. Ik zei het nog. Luawa. Stand geworden 5-0 in de 77e minuut. Doelpunt te maken, Luawa! Volgens mij zei ik nog, die gaat een goaltje maken vandaag. Kijk, we hebben een Vlierse doelman, een linksback uit Asten en een stofzuiker uit Liesel. Oeh, maar nee, hij zit niet, zegt Thijs. Oeh, dat is Hens, denk ik. Nee, oeh, wat is dit voor flipper? En het blijft wonder boven wonder een 5-0. Ja, dan... Kantelaar gaat Gilver de Stijn, die geeft hem nu op Parfelluawa. Die gaat 1-1 met de laatste man van Limburgia. Dan gaat hij actie, goeie bal. Mark Lauwers, gaat hij scoren? Goal! Is dit Mark Lauwers? SV Deurne 6-0! 6-0! Assist Luawa! Mark Lauwers, het is hier compleet gek en huis op de tribunes. Op de tribunes aan de zijkant, iedereen wordt gek. Het is 6-0, SV Deurne! Ja, kijk eens. Gallery play, gallery play. Nee, Aziz. Ja. Ja, is dit nou weer? 7-0 SV Deurne. Het is een compleet gekkenhuis. Alle verdedigers scoren, Frank. Wat is hier aan de hand? Ik weet niet wat aan de hand is. Ik weet niet meer. De scheidsrechter fluit. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. 7-0, Frank. 7-0. Bedankt daarbij. Houdoe. Martin van Dam, bedankt. Houdoe en bedankt. En bedankt.